Je kunt ontzettend veel uitnodigingen versturen en proberen met die kinderen in contact te blijven. En toch ervaren wij hier steeds dat het God is die de kinderen op je pad brengt. En ze, ook al zijn ze een poosje niet geweest, weer terugbrengt op de club. Zo was er een meisje wat tijdens de buitenactiviteiten wel aan mocht haken, maar de drempel naar de kerk echt nog te hoog was. Het was steeds mijn gebed of zij toch weer bij onze activiteiten aan kon komen haken. Toen we op het veld aan het voorbereiden waren, voelde ik opeens twee armen om mijn middel. Ik draaide me om en keek in haar donkere ogen. En het eerste wat ze zei was: juf, ik heb jullie zo gemist. En toen ik haar vertelde dat ik in mijn gebed aan de Heere God had gevraagd of hij ervoor wilde zorgen dat ze weer op de club kwam, toen was haar antwoord: dan bestaat God echt, want ik ben er nu ook gewoon. En dan zie je dat het niet ons werk is, maar dat de Heere God zelf die kinderen hier brengt. En het is zijn werk en daar mogen we op vertrouwen.